vandaag 21 maart 2019. Wij zijn in Haren, in Duitsland. En dat ligt net over de grens bij Emmen. We gaan naar achteren Diek 22. We gaan naar Wassersport Haren. Maximaal 3 plaatsen met een maximale lengte van 10 meter. Kost hier 10 euro inclusief stort. Inclusief stroom en veel waterstoot en dat is zeker. Alleen behalve de douche. Alleen behalve de douche. En dat had ik gelezen, die kostte 50 cent voor 6 minuten. Ik zie daar een cab staan, alleen hij zegt dat we op 50 meter linksaf moeten voor het adres. Dus ik denk dat dit gewoon een cabplaats is daar. Ja. Want ik had het. Nee, je kunt hier niet linksaf dus. Wel hierin dus. Ja. En, maar ik zag die camper staan bij de jachthaven, hè, met uitzicht. Daar is oh, kijk eens, dit is mooi. En er is niemand. Ja, die zijn er dan daar. Maar. Ja, die wil hier waarschijnlijk niet staan. Nee. Nou, zullen we hier zo het eerste plekje zetten? Ja. 1, 2, 3 plaats. 3 stopcontactjes. Klopt precies. Daar staan we. Plekje uitgezocht. Mooi aan het water. Zie je dat? Als je dus zeg maar normale camper hebt, dan zet je hem voorwaarts in, denk ik. Dan kun je mooi uitkijken op de haven daar. Hier aan de overkant is een woning. Maar dat is een mooi eindje van de camperplaats af. En dan heb je hier het havenkantoor. En dan moet je, zoals ik zag, na 4 uur moet je je melden hier, want hij is er nu niet. Daar bij de witte slagboom. Dan heb je de helling, waar je met een boot het water in kunt. Stel je hebt een boot bij je op het trailer. En hier bij het havengebouw kun je afval kwijt. En ik sta hier nu op de parkeerplaats en dat is alleen voor leden van de watersportvereniging en gasten. En daar heb je een mooi uitzicht over een meertje. En dit is dan die parkeerplaats. Nou, die heb je net natuurlijk ook gezien toen wij aankwamen rijden. Maar er staat nu verder niemand, alleen die camper. Maar die staat hier denk ik gewoon even omdat hij niet van plan is te blijven, denk ik. En daar zie je de weg. De wind komt toevallig nou van die kant, dus je hoort nou de auto's wel behoorlijk. En als je nou op de middelste plek staat, dan heb je dit bord vlak voor je neus. Maar goed, dan heb je natuurlijk een stopcontactje ook mooi dichtbij, zie je dat? En hier sta ik nu aan de andere kant. Als je goed kijkt, dan kun je Jukkie zien staan daar. Het toiletgebouw hier is netjes en schoon. 3 toiletten. 3 urinoirs, 2 wasbakjes en 3 doucheruimtes met een radiator. Er staat op 2, dus niet zo heel warm. Een wasbakje. 50 cent voor 6 minuutjes. En dit is zeg maar de kraan. Hè? Is ook een wasmachine en een droger. En dat kost 3 euro voor het wassen. 1 euro voor 45 minuten stroom op de droger. Dus misschien. En als je naar hierheen loopt, maar een klein stukje loopt, dan heeft de havenmeester even deze overheaddeur opengedaan van de garage waar ook de grasmachine staat. En daar heb je dan in de hoek een plek waar je je chemische toilet kunt leggen. En je hebt hier een winkelstraat met allerlei winkels, terrasjes, restaurants, cafeetjes, noem maar op. Dan zijn we hier aangekomen bij volgens mij de oude haven. Dus er liggen tenminste allemaal oude schepen. Hier heb je nog een achterkant van een schip. En met een grote roerblad eraan.
En heb je daar het Scheepsvaartmuseum van Haren. Het is echt wel even de moeite waard om hier even te gaan kijken in Haren. Best wel een mooi plaatsje.